Ja, papa. Het lijkt me dat ik je toch maar met de belangrijkste zaken van het leven als eerste feliciteren. Hoe was dat vanmiddag? Ja, bizar. Echt de mooiste dag van mijn leven. Prachtig, alles bij elkaar. Ja. En dan dit erachteraan. Dat moet, wat maak je mee vandaag, joh? Ja, ik denk niet dat veel mensen kunnen zeggen dat ze op één dag en vader zijn geworden en zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. Dus dat denk ik wel. Dat is een heel uniek rijtje, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Dus ja, prachtig. Ik kan het nog niet beseffen. Echt, nee. Ik, echt niet. Gewoon heel is nog niet ingedaald. Nee, heel deze dag is gewoon, ja, gewoon één grote waas voorbij gegaan. En ja. Ja, alles is op zijn plek gevallen. Ja. Neem me nog even mee naar vanmiddag. Dan is de geboorte geweest. Ja. Heb je je kind voor het eerst in je armen. Ja. En hoe gaat daarna de dag verder? Ik heb hem nog zijn eerste flesje gegeven. En ja, dan moet je toch op een gegeven moment moet je toch terug naar de jongens. Terug naar het hotel. Ik heb gewoon het avondeten met die jongens. Was ik er weer bij. En ja. Ja, daarna ben ik gewoon, je moet die knop omzetten en eigenlijk is dat wel vanzelf gegaan eigenlijk. In die wedstrijd nog een paar belangrijke reddingen ook. Alle focus gaat naar die doelpuntenmakers, logisch, terecht, jullie buigen een achterstand om. Maar je pakt nog twee ballen, eentje in blessuretijd, die ook weer niet heel makkelijk waren. Ja, die in blessuretijd was niet zo heel moeilijk, maar op 0-0 pak ik dan zat het. Dan zat het bij de spanning denk ik vanaf de kant. Ja, wij hemelen alles op nu. Je maakt er wel een heel mooi spanning, ja. Maar weet je, het is wel een belangrijke redding uiteindelijk en dat ik hem vasthoud. En op 0-0 pak ik eigenlijk een nog betere bal, denk ik. Die een beetje 1-1 van de zijkant. Dus voor mij is het een fantastische dag. Ik vond nog één ding wat ik heel tof vond om te zien aan die 0-2. Ik keek even richting het uitvak. Toen kwam jij er even voorbij gegleden op je knieën. Ja, toen kwam ik er even voorbij gegleden op mijn knieën. Ik denk dat geen camera het gevat heeft, maar het was wel zo. Ja, dat klopt, ja. Ja. Was dat het moment dat je wist van, ja, we hebben het? Ja, hij is binnen. Ja, 100%. Ja. Dat gaan we nooit meer weggeven. Nee, echt niet. Volgens mij moet je zo de bus in, terug naar het kasteel en gaat het feest daar nog verder. Ja, daar gaan we. Daar gaat maar beginnen, trek je dat nog een beetje? Ja, of sta je op het punt van omvallen? Nee, dat valt mee. Gelukkig. Ik krijg net het appje van mijn vriendin dat ik mag gaan feesten. Dat is een goede handel. Gelukkig, man. Komt helemaal goed. Nee, geniet ervan. Ja.